En ja, ik krijg altijd de commentaar van, ja, je bent groot, je bent stevig, je krijgt zo'n stempel opgedrukt. Heel goed, en dan kun je ervaart houden. En dat is eigenlijk de reden dat ik dacht van, ja, fuck it, ik geef mijn eigen gewoon op. Hoe heb je ze overtuigd dan? Kijk, hallo. Want ik ben wel lekker. Goed? Ja. Mooi dit. En dan kent je weer. En hoe heb je nou hierop voorbereid vandaag? Heb je thuis poses geoefend? Of? Oh, dat doe ik de hele tijd. Dat, wat dat betreft ben ik al jaren model. Op straat, op de bushalte, op selfies. Voor vrouwen is het natuurlijk wel wat geaccepteerd. De laatste tijd curvy heel mooi. En voor mannen, je krijgt al snel de stempel. Je bent te dik, je hebt overgewicht, je moet er wat aan doen. En daarom is dit wel heel mooi dat ook vollere mannen een kans krijgen om te shinen. Wie kan het blauwe licht nog ietsje naar? Met z'n drieën. Kun je bij mensen thuis kun je gewoon bommen komen zagen. Ja, als een stevig iemand het aan heeft, dan heb je er beeld bij. Alleen dat zie je eigenlijk nooit. Dat willen wij ook eigenlijk naar buiten brengen. Dat plus-size kleding niet saai en lelijk hoeft te zijn, maar dat je je daar echt gewoon goed en prettig in kunt voelen. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik heb een probleem, ik heb kleine voeten en ik heb de grote schoenen aan, dus daarom loopt het niet zo makkelijk. En nu heb je een kersttrui aan, hè? Ja, met belletjes en met geluid. Dus van alle markten voor thuis. Ja, doei jongens. Ja! Geniaal, geniaal, oké. Ja! Niet? Hoe gaat hij niet uit? Hij gaat niet. Nou, je kunt ook de batterijen eruit halen misschien. Ja. Ja. Yes. Ja.